Welkom, wij zijn open. Een nieuwe kringloopwinkel in Harderwijk. Woord en daad. Wat ze doen en hoe ze het doen, gaan we binnen uitzoeken. Gaat u mee naar binnen? Goedemiddag, ik loop binnen hier bij Woord en Daad, nieuwe winkel in Harderwijk, een nieuwe kringloopwinkel. Waarom zegt u als dames, ja, daar word ik vrijwilliger? Waarom? Omdat ik een leuke bezigheid vind en de saamhorigheid hier vind ik gewoon fantastisch. En ook om iets voor een ander te doen, is mijn drijfveer. Hoe lang zijn jullie bezig geweest met de winkel zo verzorgd eruit te laten zien? Een maand ongeveer. Met een heel team, hè? Ja, met een heel team, ja. En waarom zegt u ja tegen deze organisatie om mee te doen als vrijwilliger? Vrijwilligster. Ik ben hier geen vrijwilliger, want ik ben vrijwilliger in Nunspeet. Maar u komt wel een dagje meelopen? Ja, om hun te helpen met de kassa. Oh, geweldig. Dus u geeft een beetje kassatraining. Ja, kassatraining. Mooi dat je samen sterk staat voor zo'n organisatie. Nou, geweldig. Ik loop de winkel een beetje in. Ja. En ik ga eens horen waarvoor jullie dit allemaal doen. Nou, meneer Hals, zeg het eens. Woord en daad in Harderwijk. Wat doen jullie en wat betekent die woorden? Ja, dat is gewoon een daad bij het woord voegen. Hè? Dus de dingen die je allemaal verkopen, daar gaan we een daad van maken. Gaan we de arme mensen in de agrarische sector in Benin, in Oeganda. Nou, dat is een goede zaak, hè? Ja, een hele goede zaak. Daar doen we het voor. En zo krijgt tweedehands spullen krijgt ook nog een tweede ronde. Hè? En het is de 17e winkel. Alweer van woord en daad. Dat zit in heel Nederland? Ja. Waarom word jij vrijwilliger? Om iets voor je naasten te betekenen in de verre landen. Hè? Dat die mensen ook brood op de plank krijgen. Nou, dus. Mooi dat u delen wil. En delen doen we met z'n allen. Ja, ik zeg het vaak. Samen sta je sterk. En delen moet je all over the world. Vind ik ook. Dat is het woord en daad bij het woord voegen. Hè? Waarom zegt u, ik word hier vrijwilliger? Vind ik belangrijk. Omdat het mes aan twee kanten snijdt. Ik vind het leuk om iets anders te doen. En dit is voor een goed doel, worden veel mensen blij van. En ik ook. Ja, voortreffelijk, hè? Dat delen, hè? Dat is belangrijk. Ja, dat is toch het belangrijkste wat er is. We zijn er niet alleen voor onszelf, toch? Wat een mooie locatie, hè? Stationslaan 10 tot 12. Ja. Wanneer zijn jullie open? Wij zijn dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag open. Maar het komt allemaal op de website, maar het moet nog even verzorgd worden. Er wordt een speciale website gemaakt voor Harderwijk. Ja. Jullie gaan pas officieel open ergens in januari. En dan wordt het een groot feestje van gemaakt. Ja. Maar het is nu belangrijk dat mensen komen. Ja. Ook met de feestdagen voor de deur. Er zijn altijd wel hele mooie dingen te zien en te krijgen. Dus. Ja. Nou, er is genoeg. Maar de mensen moeten ook even het leren kennen, even weten waar het is en dat ze er een beetje toegankelijk in komen. Het is natuurlijk best allemaal nieuw en er zijn meer kringlopen natuurlijk. Maar dit heeft mijn hart omdat het mes aan twee kanten snijdt. Nou, hartstikke goed. Een woord en een daad. Ja, straks komt ontmoeting erbij, dus dat is ook geweldig. We gaan die mensen wat voor ons opknappen, wat een beetje oppimpen en dan kunnen wij dat weer verkopen. Geweldig. Mooie acties. Nou, ik help mee om te delen. En daardoor ben ik hier om een klein filmpje te maken. Om een promo te maken voor de winkel. Dat Harderwijk deze winkel leert kennen. Ja. Heel veel succes. Nou, dank u wel. Ook dank voor de aandacht ervoor. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Kom ik weer een bekend gezicht tegen in Harderwijk. Ja. Ik overval u, u loopt nog met uw jas aan. Maar ik kom hoor. Net binnen. U komt net binnenlopen. U wordt hier ook vrijwilliger. Ja, de vriendin verstopt zich. U wordt hier ook vrijwilliger? Ja, op woensdagochtend. Maar ik hoor dus net, misschien op dinsdagochtend. En waarom zegt u ja tegen woord en daad? Tegen woord en daad, het lijkt me een heel mooi project. Voor de armen. En we hebben in de kringloop gewerkt, mijn man en ik. Hij loopt daar.
En ja, het lijkt ons heel leuk om weer een nieuwe start te maken bij de Woord en Daad. Ik was de gast bij Woord en Daad. Nieuwe kringloopwinkel in Harderwijk op het Stationsplein. Dat kan niet missen, u loopt er zo tegenaan. Ga er eens een kijkje nemen. Er is van alles. Doei medewerkers.